Dag lieve schatten van het zesde leerjaar. Het is vandaag de vijfde week sinds de paasvakantie en jullie mogen terug naar school. Dat is geweldig. Hè? De lessen van protestantse godsdienst en de andere godsdiensten worden wel nog zoals ervoor gegeven met filmpjes. En dit is het mijne voor deze week. Ik hoop dat die eerste dag terug op school heel goed gegaan is. Dat je niet te bang geweest bent. Of dat wanneer je bang was, hetgene waarvoor je bang was, toch gerustgesteld is. Gelukkig hebben we juffen en meesters die alles supergoed aanpakken. En gelukkig is alles heel goed georganiseerd. Ja? Goed. Donderdag vieren we Hemelvaart. Op Hemelvaart denken we aan hoe Jezus naar de hemel ging na zijn opstanding uit de doden. Hij beloofde dat hij de Heilige Geest zou sturen, wat we tijdens Pinksteren ook vieren. En de engelen die aan de leerlingen verschenen na Hemelvaart, zeiden ook iets bijzonders. Laten we het stuk over Hemelvaart nog eens lezen. Dat kunnen we opzoeken in Handelingen, hoofdstuk 1. Als je je eigen Bijbel hebt, kan je natuurlijk in je eigen Bijbel opzoeken. Maar het staat ook in de bundel. Handelingen. Ik heb al Handelingen. Nu moet ik nog naar hoofdstuk 1. Goed. En dan gaan we zien wat daar juist staat. Oké. Okay. Handelingen hoofdstuk 1. Vanaf vers 4 tot en met vers 11. Oké. Okay. Op de dag dat Jezus naar de hemel ging, zei hij tegen de apostelen, jullie moeten in Jeruzalem blijven. Blijf daar wachten, want mijn Vader heeft beloofd om jullie de Heilige Geest te geven. Dat heb ik jullie al verteld. Het zal over een paar dagen gebeuren. Dan zullen jullie met de Heilige Geest gedoopt worden. Dat is anders dan toen Johannes mensen doopte, want Johannes doopte met water. Toen vroegen de apostelen aan Jezus, Heer, is dat dan het moment waarop u koning van Israël zult worden? Jezus antwoordde, jullie hoeven niet te weten wanneer dat zal gebeuren, dat weet alleen mijn Vader. Maar jullie zullen kracht krijgen van de Heilige Geest. En daarna moeten jullie overal in Jeruzalem over mij vertellen. In heel Judea en Samaria en overal op de aarde. Toen Jezus dat gezegd had, zagen de apostelen hem naar de hemel gaan. Een wolk nam hem mee, zodat ze hem niet meer konden zien. Terwijl de apostelen nog omhoog stonden te kijken, waren er opeens twee engelen bij hen. Ze hadden witte kleren aan. Ze zeiden, mannen uit Galilea, jullie moeten niet naar de lucht blijven kijken. Jezus is naar de hemel gegaan, maar hij zal terugkomen op de wolken. Tot daar. Dan hebben we de opdracht die erbij hoort natuurlijk. Hè? Dus vanaf nu stonden de leerlingen er plots alleen voor. Jezus was er niet meer bij. Maar ze zouden hulp krijgen. De Heilige Geest. Die zou hen onderwijzen en helpen, zodat ze niet angstig moesten zijn. Nu, stel je voor dat jij plots alleen zou moeten gaan wonen. Vanaf morgen bijvoorbeeld. Waar zou jij dan allemaal hulp bij nodig hebben? En aan wie zou jij hulp vragen? Wie ken je die al zelf in een huis woont en die je vertrouwt om je raad te geven? Ik hoop dat het je ouders zijn. Waar zou je hen raad en hulp bij kunnen gebruiken? Hun raad en hulp. Hè? Of van iemand anders die je vertrouwt. Ja. Som die dingen maar op. Denk daar even over na. Als je alleen woont, wat zijn allemaal dingen waar je dan voor moet zorgen? En zou dat moeilijk of makkelijk zijn? En waar heb je dan hulp bij nodig? Ja? Je hebt een hele lange lijst met lijntjes, maar dat moet natuurlijk niet helemaal vol. Mag, als je je helemaal geïnspireerd voelt, maar dat moet niet. Dat is de opdracht voor deze week. Dan is er nog één opdracht voor volgende week die ik ga opnemen. En dan zie ik je dan. Dag!